Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Pieter Kool, business consultant bij Schuitema en gemeenteraadslid uit Ede. Goedenavond, dames en heren. Dit is weer een uitzending van Business Club Radio. En vanavond hebben we iemand die niet alleen in het dagelijks leven een hoop dingen zakelijk doet, maar ook nog in zijn vrije tijd zorgt voor de gemeenschap. Ik heet jou welkom, Pieter. Pieter Kool, kun jij eens voorstellen? Wie ben je en wat doe je? Ja, Jan, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ik ben Pieter Kool. Ik ben geboren, eigenlijk bevrijd, op 5 mei 1956... dus wel na de oorlog, in de gemeente Waarder. Dat is een klein dorpje tussen Woerden en Bodegraven in het Zuid-Hollandse land. Ja. Op bevrijdingsdag geboren, zo te zeggen, als 5e kind in een agrarisch gezin. De dokter had tijd voor de geboorte op die dag. Hij had vrij, maar had toen weer geen vrij, wat dat betreft. Ja, kleine gemeenschap langs de Oude Rijn geboren. In een agrarisch gezin, op een boerderij. Dus het boerenhart zit er her en der nog wel een beetje in, wat dat betreft. Ik ben in 1977 getrouwd met mijn vrouw Gerda, een Kamerikse dame. Wij hebben 7 kinderen gekregen, waarvan er inmiddels 6 getrouwd zijn en een eigen gezin hebben. En inmiddels ben ik al 14 keer opa. Tjonge. Na de schoolopleiding ben ik aangenomen bij een grote bankinstelling. Nou, vanaf jongste bediende daar aan het werk gegaan, uiteindelijk naar kantoorbeheerder. Later gaan werken als adviseur in de zakelijke dienstverlening. Vandaar ook natuurlijk de consultancy. Ja, ik heb ruim 41 jaar gewerkt voor de bankinstelling. En de eerste 20 jaar in het westen van het land. Daarna naar het mooie Lunteren. En we voelen ons thuis op de Veluwe. Na een reorganisatie bij de bankinstelling was er eigenlijk geen plaats meer voor de oude garde. En binnen een maand had deze jongen weer een nieuwe baan bij accountskantoor Schuiterman. En daar ben ik nu werkzaam als business consultant. En ik ben gemeenteraadslid in de gemeenteraad van de gemeente Ede voor de staatkundig gereformeerde partij. Zo al met al een leuke bezigheid en een mooie dagvulling in de 5 dagen, de werkdagen in de week. En nog een aantal uren daarbuiten, want ook in de avonduren is daar geregeld natuurlijk heel veel werk in. Ja, daar zit vast al werk aan vast. En wat voor een opleiding heb je gedaan, Pieter? Nou, ik heb vroeger de LEAO als opleiding gedaan, tot mijn 15 jaar. Daar had je wat kantoorpraktijk op gedaan. Binnen de Rabobank was er een heel groot opleidingscircuit. Die helemaal gevolgd van het begin naar het eind. Totdat ik uiteindelijk een eigen vestiging had in het Zuid-Hollandse Reewijk. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk dan wil je weer wat anders gaan doen. Omdat het ook niet altijd even leuk is, hè, met personeelszaken. Je bent dan als leider van het kantoor. Je bent personeelschef. Ja. Je bent reisadviseur. Ik weet niet wat we allemaal waren, maar van alles en nog wat. En toen vond ik het veel leuker om eigenlijk helemaal de zakelijke markt in te gaan. En dat kon prachtig mooi in het Luntersen. En dat heb ik met heel veel plezier heel veel jaren gedaan. Dus je hebt eigenlijk binnen de bank al die opleidingen gedaan wat je nou tot de man van vandaag heeft gemaakt. Dat klopt. Ik heb daar het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf alle cursussen gevolgd. Uiteindelijk heb ik nog een stukje gedaan wat gelijk ligt aan, aan Nijenrode. Alleen allemaal intern. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Je hebt een hele lijst met muziek samengesteld. En daar gaan we nou eens naar het eerste nummer luisteren. Hier komt Mannenzang Nieuwe Kerk Katwijk met Psalm 68 vers 10.